loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Zeker, echt schandalig dat dat er nog is. Koud douchen. Nee, als ik het vergelijk met mijn vriendin, dan is het koud. Maar het is nog steeds wel aangename temperatuur. Goede balans tussen werk en privé. Nee, op dit moment echt totaal niet. Het is campagne. Ik ben net vader geworden, dus dat betekent ook dat ik eigenlijk meer thuis zou willen zijn dan dat ik op dit moment ben. En dat ook uiteindelijk er iets meer bij mijn vriendin komt te liggen. Dus dat moet ik na de verkiezing ook wel weer gaan inhalen. Vliegen naar Parijs. Met de trein. Zorgen dat we een goed alternatief bieden. Dat is er. Dus laten we stoppen met die korte afstandsvluchten. Laten we met elkaar de trein pakken. Dat is beter voor het milieu. Het is gezelliger. En laten we ook zorgen dat het sneller wordt.